Jeanette zit te kijken. Dit is LBBTV. Op zoek naar creatieve mensen in Maastricht. En ik heb ze gevonden. In het landbouwbelang. Acquisitie en receptie van het landbouwbelang. Oh, Maastricht. Ja, dat ga je toch wel. Wilt jij er 300 draakjes? Ja, dat kan. Voor de kerstpakketten. Ja. Dit lijkt wel een industrie. Wat gebeurt hier allemaal? Pardon. U komt een kijkje nemen in de draakindustrie. Sorry, doe jij even die tandjes eraf? Van, we hebben een nieuwe bestelling. Kijkt u maar, hier giet- en kleurband. Pointillis met draakjes, oranje draakjes, rood-wit-blauwe draakjes, draakjes met klompen. We zijn nog in onderhandeling. Over draak drop en draak drank. En dan hebben we ook nog de direct in draak workshop voor onze Japanse en Chinese bezoekers in de stad. En in 20 minuten is het geschilderd en al kan het hup zo in de draakzak. Met de Dracurella acquisitie en receptie van een landbouwbelang. Oh, you would like some bondage dragons. Okay, we'll do that right away for you. Zou je eens eventjes wat laten zien? Wie bent u dan? Ik ben de drakenmaker. Hier in New York. De prijs, dat was een hele mooie. Het Colosseum, Rome. En de brug. In San Francisco. Hoe zit dat met die draken van u? Pardon. Ik zag mijn draak in New York bij het Vrijheidsbeeld. En toen dacht ik... Kom even mee, dan laat ik je wat zien. Ik heb een draak voor Maastricht. Nou, kijk, hier zie je een mooie draak. Die zal perfect staan in Maastricht, denk ik. En ik ga hem ook gewoon ergens neerzetten. Dus, je hebt gezien binnen net wat ermee kan gebeuren. En voor de rest zien we het wel natuurlijk. Hè. Dat noem ik nu vrijheid van verbeeldingsuiting. Gewoon je beeld op straat neer kunnen zetten. Ja, maar daar heeft u toch een vergunning voor nodig? Zal de draak een plaats vinden in Maastricht? Straks meer. Blijf kijken.